In mijn ogen zijn er gewoon ergens 8 kindjes. Die 3 die er zijn, daar zorg ik voor, die zijn er dagelijks. Ze zijn er niet, ze zijn er niet alle 8, maar ze horen wel bij ons, alle 8. Maaike Ekema is verloskundige, maar vooral moeder van 8 kinderen. Met 3 daarvan zit ze dagelijks aan tafel. De andere 5 zijn tijdens de zwangerschap overleden. Tijdens de Baby Loss Awareness Week wil zij meer aandacht vestigen op de impact bij gezinnen die in een vroeg stadium hun kind verloren zijn. Ik heb zelf ervaring met het verliezen van 5 kindjes door miskramen. Ik ben in totaal 7 keer zwanger geweest. En wij hebben uiteindelijk gelukkig 3 jongens om voor te zorgen. Maar daarnaast is het dus 4 keer een zwangerschap geweest die niet goed is afgelopen. De impact daarvan, is vaak veel groter dan je van tevoren kunt bedenken. En daarom is deze week ook zo belangrijk. Hè, dat we weten hoeveel impact het heeft. En dat we er eens naar vragen. En dat we erover blijven praten. Het belangrijkste is denk ik om te zeggen, ik vind het heel erg voor je. Of wat verdrietig wat er is gebeurd. En om niet te snel opmerkingen te maken die verkeerd kunnen vallen. Ik heb 2 miskramen gehad, terwijl onze oudste 2 jongens er al waren. En die waren toen ook al wel wat ouder, maar die heb ik toen niks verteld. Omdat ik dacht, ja, dat is van mij en dat doen we maar niet. Maar ja, achteraf bleek wel dat dat niet helemaal de manier was. Maar ik vond het op dat moment ook zelf te lastig. Dus ik wist niet goed hoe ik dat moest doen. Later, toen ik de opleiding deed tot coach om vrouwen dus hierbij te begeleiden, hoorde ik wel van, je moet het eigenlijk je kinderen vertellen. Want dat geeft ook rust in een gezin. Wij hebben dus 1 van onze kindjes begraven onder de rozenstruik. Dus dat is voor mij de plek waar ik nog eens aan denk. In mijn ogen zijn er gewoon ergens 8 kindjes. Die 3 die er zijn, daar zorg ik voor, die zijn er dagelijks. Ze zijn er niet, ze zijn er niet alle 8, maar ze horen wel bij ons, alle 8. Ja. Ja.